Van enkele fractievoorzitters hebben we de stroom afgesloten. Omdat ze hun bijdrage nog niet hebben betaald. De microfoon. Zie je. Oké. Dat is een punt van ondergeschikt belang. Zolang de microfoon het maar doet, heer Stelstra. U probeert verwarring te zaaien, merk ik, in deze raadzaal. Dames en heren, geachte raadsleden, ik open de raadsvergadering van dinsdag 17 april 2018. Van harte welkom. Welkom geldt natuurlijk ook voor de mensen op de publieke tribune, de verzamelde pers en de mensen die ons via de sociale media beluisteren. De vergadering is geopend. Ik meld de afwezigheid van mevrouw Luiten, de heer Bak en de heer Kuipers. Dat voor wat betreft de afwezigen. En bij de mededelingen heb ik begrepen dat mevrouw Van den Hoek een mededeling wil doen aan deze raad. En dat doet zij van achter het spreekgestoelte. Het woord is aan mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik kan ook niks zeggen. U kunt allemaal op hardenberg.nu en de eerste Twitterberichten zien wat ik eigenlijk u ga vertellen. En dat is dat vanavond mijn laatste keer is dat ik in het midden verkeer als raadslid. Ik vertrek. En ik heb afgelopen week officieel mijn ontslag ingediend bij de voorzitter van de raad, de heer Snijders. Nou kan ik weer weglopen en zeggen, nou dat was het. Maar dat doen we niet. Dit besluit is niet makkelijk geweest om te nemen, want ik hou van mijn plek hier. En ik hou van Hardenberg. En soms zijn er momenten waarop je beslissingen moet nemen gebaseerd op een aantal dingen die belangrijk zijn. En mevrouw Den Dolder heeft ooit gezegd, als gemeenteraadslid moet je niet alleen doen wat het beste is. En je best doen is niet genoeg. Het gaat erom dat je het juiste doet. En dat heb ik altijd onthouden. En dat heeft ze me ooit verteld bij de verkiezingsuitslag van de vorige verkiezingen. Mevrouw Juling die zei in haar Nestor toespraak, ze gaat het op haar eigen wijze doen. Ik denk dat dat wel gelukt is. Maar zij was ook de reden waarom ik hier ben gekomen. Haar betrokkenheid en haar warmte, maar vooral ook wie ze was in alles wat ze deed, heeft mij het gevoel gegeven, nou dat kan ik ook wel eens gaan proberen. Waarvoor nog steeds dank. En zoals jullie weten draai ik het project in beeld. En dat doe ik 3 jaar. En ik heb in het lijsttrekkersdebat gezegd, ik ben 30 uur per week professioneel vrijwilliger. Ik ben vorig jaar gescheiden. Dat betekent dat ik de zorg over 4 kinderen heb. En dan ook nog raadsheer. En soms komt er een moment waarop je de balans opmaakt en je af gaat vragen of je kunt verspreiden over al die gebieden en of je dan nog overeind blijft. En waar ben je dan juist bezig en niet alleen maar je best aan het doen. En dat betekent thuis, bij mijn gezin. En dat betekent bij mijn inbeeldfamilie, waar ik elke dag iets kan betekenen voor een individu wat daar binnenkomt om een kop koffie te drinken. En dat heb ik in de afgelopen 3 jaar 53.000 keer mogen doen. Ik heb in het lijsttrekkersdebat gezegd dat je moet doen daar waar je het beste in bent. En ik ben erg goed in koffie drinken. Mijn opvolger wordt Romano Boshoven, onze nummer 2. En hij is er klaar voor. En hij heeft steun van mij, steun van de leden, steun van de fractie. Want een goed moment om te stoppen is er nooit. En dan kies je het juiste moment. En het juiste moment is te stoppen wanneer jullie allemaal met elkaar een nieuw team gaan vormen, dan hoort hij daarbij. En niet ergens onderweg. En dan is het moment nieuw college, nieuwe raadsleden, nieuwe fracties. Ja, een goede start heeft hij verdiend. En ik had gezegd tegen Peter Snijders, nou, normaal spreek ik niet zo lang, dus ik pak nu echt wel mijn momentje. Maar eigenlijk is het een beetje zijn schuld dat ik hier sta. Zijn toespraak bij de nieuwe installatie van jullie allen, van ons, waarin hij het had over integriteit, over netjes raadlidmaatschap, je belangenverstrengeling, dat je goed op moet letten wat je doet, heeft hij gelijk in gehad. In beeld heeft mij met verschillende petten geconfronteerd van raadslid zijn, een burgerinitiatief ontwikkelen en hoe verhoudt zich dat? En dat is echt wel een dilemma geweest, niet alleen voor mij, maar voor een ieder die daarmee werd geconfronteerd. En een terecht dilemma, want het werk wat wij hier doen, doet ertoe. En de rollen die je vervult, doen ertoe. Het feit dat wij hier allemaal zitten en ik met u,
in de afgelopen jaren zegt iets over ons allemaal hetzelfde. Dus maar één echte motivatie waarom we hier zitten, denk ik, is dat we allemaal op onze eigen wijze een toegevoegde waarde willen hebben voor de gemeente waarin wij wonen. En dat je onderweg leert wat het politiek spel is. Het is geen spel, het is bloedserieus, maar toch. En dat je daar je eigen weg in probeert te vinden in het wie de grootste is, wie de macht heeft, wie de gelijk krijgt uiteindelijk, op welke basis. Dat is iets wat je kunt leren. Maar waarom je hier zit en waarom ik hier zat, was om een toegevoegde waarde te hebben. En ik zou ik niet zijn, zoals meneer Breukeman laat zei, Martijn, bijna visionair. Toch wel een klein boodschapje wat ik mee wil geven. Blijf jezelf. Alleen maar je best doen is niet goed genoeg. Je moet het juiste doen. En het feit dat wij hier zitten zegt dat het politiek wel degelijk gaat over jou. En dat het wel gaat over ons. Want anders zaten we hier niet. En 61.000 mensen hebben een mening over wat je wel of niet goed hebt gedaan. Of wat je niet hebt gedaan. Het doet er niet toe. Het verdient al respect voor het feit dat je er zit. Dat je je hebt opgeworpen. Dat je ervoor wil inzetten. En dat je dat doet in de volle overtuiging. Dat je dat integer en netjes zult doen. En Peter heeft gezegd bij mijn installatie tegen mijn gezin. Jullie gaan mama heel veel missen. En toen ik vertelde, nou mama is straks weer thuis. Toen zei mijn nummer 3, zal ik een motie indienen? Want ik vond het wel eigenlijk fijn, s'avonds alleen. Maar ik ga terug naar mijn gezin. Ik wens jullie al het goeds. En vergeet niet waarom je hier bent begonnen. En eindig daar ook mee. Gewoon, wie je bent, heb ik ook gedaan. Dank u wel. Dankjewel, Anne, voor deze toelichting op jouw besluit om deze gemeenteraad te gaan verlaten. Ik denk dat voor toch een groot aantal mensen toch wel als een verrassing komt. Daarom hebben we ook afgesproken, de toelichting die je nu hebt gegeven, mooie woorden. Dank daarvoor. En je bent ook nog niet helemaal weg, want deze raadsvergadering ben je er sowieso. En eigenlijk pas is het formeel zo dat als het nieuwe raadslid wordt geïnstalleerd, en dat moeten we allemaal nog gaan onderzoeken, of dat ook daadwerkelijk kan. Ik heb daar overigens wel vertrouwen in. Dat dan op het moment dat het nieuwe raadslid wordt geïnstalleerd, in dit geval Romano, dat dan jouw lidmaatschap zeg maar echt van de raad echt definitief beëindigd is ook. Dus we gaan nog geen afscheid nemen op dit moment. Dat doe ik op een later moment in de vergadering van 8 mei die aanstaande is. Dus je neemt gewoon nog deel aan de beraadslagingen. Je mag je zegje nog doen en in ieder geval meedoen aan de besluitvorming daarover. Dat is overigens wel beperkt vanavond, zeg ik er ook maar gelijk bij. Tenminste, zoals het er nu naar uitziet, maar de agenda moet nog worden vastgesteld. Dank in ieder geval voor je mooie woorden. Dank. Dat brengt ons bij agendapunt 2. De actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van deze actuele vragenronde? Niet het geval. Gaan wij door naar 3. Vaststelling van deze agenda. De heer Van der Grampel. Dank u wel, voorzitter. 2 weken geleden tijdens de behandeling van het agendapunt verordening participatieraad in de O-ronde is door de wethouder een toezegging gedaan over een uitleg te geven over het aantal zetels van de participatieraad. Die uitleg is ontvangen. Stemt zeker tot tevredenheid. Vandaar dat mijn fractie wil voorstellen om dit punt te verplaatsen naar de hamerstukken. Akkoord. Dat lijkt mij een goed voorstel. Dat betekent dat wij geen bespreekstuk hebben, maar dat we de agenda gaan aanpassen. En dat vanaf agendapunt 6 dat hamerstukken worden. Akkoord. Als zodanig besloten. Het spreekrechten op de agendapunten. Er hebben zich geen mensen gemeld om in te spreken op de agendapunten. En dat betekent dat wij doorgaan naar agendapunt 5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 27 maart, 29 maart moet ik zeggen, en 3 april, jongstleden. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Ook nu ziet u geen aanleiding tot het maken van een opmerking. En dat betekent dat wij de besluitenlijsten al dus vaststellen. Brengt ons bij de hamerstukken van vanavond. Agendapunt 6. Is er behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval.
De verordening Participatieraad Sociaal Domein 2018. Kunt u instemmen met deze verordening zoals die voor ligt? Ik kijk de kring rond en constateer dat alle aanwezige raadsleden hier instemmen met deze verordening. Aldus besloten. Agenda punt 7. De kredietaanvraag voor klimaatrobuuste maatregelen in 2018 op 4 locaties zoals vermeld op de agenda. Kunt u instemmen met dit voorstel? Akkoord. Akkoord. Aldus besloten. Agenda punt 8. De gemeenschappelijke regeling werk en scholing Noordoost-Overijssel opheffen en besteding van de vrijkomende middelen zoals in het voorstel is omschreven. Behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval. U kunt instemmen met dit voorstel. Akkoord. Akkoord. Agenda punt 9. De lijst met ingekomen stukken van de raadsvergadering. De datum 19 april. Akkoord met de wijze van afdoening. Aldus besloten. En dat brengt ons bij de rondvraag alweer van deze raadsvergadering. Agenda punt 10. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? De heer Van den Berg. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. De afgelopen weken hebben we in de actieve informatieplicht een aantal collegevoorstellen kunnen treffen. Met name het Vechtpark en de Broekdijk in Bruchterveld. En onze vraag is eigenlijk, wat is de status van deze stukken? Is het een collegebevoegdheid, deze stukken? Kunnen we er als raad nog iets over vinden? En als we er als raad iets van mogen vinden, zet het college deze dan op de agenda of moeten wij deze zelf agenderen? Ik zit even te kijken, het zijn stukken. Het moet ongetwijfeld een collegebevoegdheid zijn, want anders dan waren ze niet geplaatst. Maar u kunt er als raad altijd wat van vinden. En toch zie ik de wethouder ook al aanstalten maken om er ook iets over te zeggen. En het staat u natuurlijk vrij om zaken te agenderen, laat dat voorop staan. Maar wellicht dat de wethouder nog even een toelichting kan geven op de exacte voorstellen wat het precies is. Er zijn eigenlijk twee vragen als ik het goed begrijp. Eerst over de Broekdijk. De Broekdijk, daar ligt een onderhoudsvraag. En wij hebben eigenlijk gezegd van een simpele onderhoudsvraag. Het bestaande gewoon een laagje asfalt en laat maar liggen is eigenlijk onvoldoende. Past ook niet in de zienswijze van Bruchterveld zelf in het toekomstperspectief en in wat zij graag met die kern wilden. En we hebben gezegd, daar zouden we gehoor aan willen geven en we denken een manier gevonden te hebben om dat te kunnen doen zonder u geld te vragen. En dan is het gewoon in het kader van onderhoud, wordt die dus netjes onderhouden, wordt die vernieuwd, maar wordt die wat extra vernieuwd. Dat gaat ons alleen lukken als wij subsidie krijgen van de provincie. Dan hebben we hem dicht, om zo te zeggen. Gaan we die niet krijgen, dan zullen we u geld moeten vragen. Vooralsnog proberen we dat te krijgen. Nou, dat moet dit jaar, in de loop van dit jaar, moet dat blijken. Of we de verkeersveiligheidsgelden van de provincie, of u daarin scoort en wij dus hopelijk 50% subsidie krijgen. Kan ook nog zijn dat we 25% krijgen, ook dan zullen we even bij u moeten komen. Want anders krijgen we hem uit bestaande onderhoudsgelden niet dicht. Krijgen we hem wel dicht, kunnen we hem gewoon uitvoeren. Krijgen we hem niet dicht, komen we bij u om geld te vragen. Om aanvullend budget wat we aan subsidie tekort komen. Dat is denk ik het traject van Broeklanden. Omdat u het onderhoud wegen aan ons gemandateerd hebt. En dat doen we dan. We geven u alleen netjes aan hoe we het doen. We denken dat het een enorme opknappen voor Bruchterveld is om het op deze manier te doen. Zeer tot vreugde van Bruchterveld zelf. Maar lukt dat niet, nou, dan komen wij wel bij u terug en ik durf te wedden dat als wij het niet doen, dat Bruchterveld het zelf wel doet. Dat is de ene. De tweede, dat is het Vechtpark. Dat is het verhaal van, zeg maar, van Hardenberg, de sprong ook naar Gransbergen maken. Ik ga ervan uit dat u daarop doelt. U weet, in het Hardenbergse deel moet Baalderveld nog gebeuren. Nou, daar zijn we in de plannensfeer bezig en zo gauw daar wat meer over is, komt er ook in het college en komt er dus via het college ook bij u op tafel. En dan kunt u er altijd iets van vinden. Wat wij u eigenlijk voorstellen is samen met de provincie, samen met waterschap en staatsbosbeheer van we hebben een stuk bij Gransbergen laten liggen. Er is ruimte om daar wel iets aan te doen. Moet zo grofweg, dat nu nog even zo, 5,5 miljoen kosten.
als de gemeente daar iets van 1,9 miljoen doet, dan zou provincie, waterschap, staatsbosbeheer de rest moeten doen. En wij geven nu aan dat wij denken iets van, uit mijn hoofd, iets van 6,5 ton uit het vechtpark mee te kunnen nemen. Dat is het idee en daarvoor vragen wij u geld en daarvoor zeggen we eigenlijk van, nou, we zouden dat bedrag graag op de reservelijst willen zetten. En het is aan u, aan de nieuwe raad, aan het nieuwe college, om te kijken van welke plannen nemen wij de komende tijd wel mee en welke plannen nemen we niet mee. Als u dit wilt, hebben we iets van 1,2 miljoen of bijna 1,2 miljoen aan geld nodig. Anders zou het niet gaan kunnen, hoeft niet op stelle sprong, maar dat moet de komende jaren gebeuren. Wilt u die weg op, wilt u die weg niet op? Wat wij eigenlijk nu gezegd hebben, met het bestaande geld uit het vechtpark, zijn wij van plan om voor, nog voor, ik meen 100.000 euro maximaal, een plan te maken om eens te kijken hoe zouden we het er dan uit kunnen zien met elkaar en hoe zouden we het dan moeten doen. Ja, en daarmee komen we uiteraard weer bij u terug. Als u nu zou zeggen van, u mag er nog niet aan denken, en er mag geen cent naar Gransbergen, nog niet voor een half plan. Ja, dan zouden wij graag een signaal willen hebben dat wij dat plan niet mogen maken met bestaand geld. Voor dat bestaande geld hebben we eigenlijk uw toestemming niet nodig. Maar wij zijn wel altijd, zo kent u dit college ook, daar willen we ook graag tot het eind blijven. Heel transparant, want wij zeggen dus tegen u van, dit zijn we van plan. En als wij niks van u horen, dan gaan we dat plannetje doen en dan komen we dan bij u om te kijken hoe en wat. Maar even helder, als u daar iets mee wilt, zult u de komende jaren geld beschikbaar moeten stellen. Zo zit hij. Akkoord, dank u wel. Uitgebreide beantwoording al, maar toch wel denk ik goed om even beeld te hebben. Meneer Van den Berg, ik zie u reageren. Ja, ik zou wel graag even willen reageren. Plan Brugterveld stemmen wij als CDA-fractie ook om te juichen. Vinden wij een zeer goed plan en wat dat betreft hopen we dat die subsidie wordt verstrekt. Het vechtpark, daar zouden we wel iets van willen vinden. En dan gaat het met name even over het inrichtingsplan. Maar dat komt, ik heb volgens mij de wethouder goed begrepen dat dat komt. Maar u zegt niet van, dat moet niet gebeuren, merk ik ook wel. Als echt Gransberger aap zal ik Gransbergen net niet tegenhouden. Het zou ook, we hebben al een bijzondere gebeurtenis in deze raad gehad vanavond al. Dus het zou de tweede zijn, zeg maar. Maar ik dacht al te vernemen dat dat niet de bedoeling was. Maar u wilt betrokken worden en dat is terecht. Laat het ook helder zijn. Dat zegt de wethouder ook bij het verdere inrichtingsplannen zoals die tot u komen nog. Dus dit is slechts een eerste stap die op dit moment wordt gezet. Akkoord, voldoende merk ik. Ja. Anderen nog voor de rondvraag? Niet het geval. Dan ronden wij deze af. En dat brengt ons bij de sluiting van vanavond deze raadsvergadering. Om 17 minuten over 7 sluit ik deze raadsvergadering van dinsdag 18 april. 17 april, excuus.